Geh mal durch! Zieh mal an! Komm on, Ricardo! Zieh durch, Jakob! Zieh durch! Geh durch, geh durch! Eddy van Looy, ben je bijkans doof geworden van het verkale geweld van jouw collega van Werner Bremen? Ja, een beetje. Iedere trainer doet het op zijn eigen manier, dus prima. Moet je ook niet aan storen. Ik heb gewoon naar de wedstrijd gekeken. En ik probeer me er een beetje voor af te sluiten. Wat dat betreft was jij aardig rustig. Jawel, maar ik vond ook wel dat we goed met elkaar bezig waren eigenlijk. En ik wou gewoon kijken hoe die jongens het deden. Dat hebben ze goed gedaan. Twee oefenwedstrijden gespeeld in deze interlandperiode. Ja. FC Groningen, 4-1 gewonnen. Reserves van Werder Bremen, 2-0. Ja. Nou ja, qua uitslag is dat prima. Dus, en ik vond ook qua uitvoering delen gewoon goed. Dus vandaag ook. Ook de tweede helft met heel veel jonge jongens. Lekker energie erin. Veel goede aanvallen. Steeds meer wat we graag willen. Waar we op trainen zie je steeds meer dingen terug. Ook wat stabieler in het verdedigen. Niet overdreven veel kansen weggegeven. Dus dat zijn allemaal goede dingen. Betekent dat jij nog bijzondere dingen hebt gezien of gedaan in verband met de wedstrijd van komende zondag tegen FC Twente? Nou, daar zijn we wel mee bezig natuurlijk, maar we zijn ook gewoon bezig om iedere week bezig te worden. En daar is Twente nu de eerste uitdaging weer. En dat is natuurlijk wel een speciale. Goed, Hoestic en Bultman, allebei geblesseerd teruggekomen van interlandverplichtingen. Hoe is het met hun? Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, Aydin die gaan we nog zien. Die komt nog. Die is er nog niet. Dus daar moeten we nog even op wachten. Op de definitief, hij is uitgevallen. Maar dat kan ook nog meevallen. Dus dat gaan we nog checken hier. En Stijn, dat ziet er minder goed uit. Dus die moet onder het mes. Dus dat is niet anders. In verband met een blessure aan zijn been? Ja, knieblessure heeft hij. Ja. Ja. Dus goed. Dat is zonde voor ons. Al met al een oefenperiode waarin je toch tevreden bent over wat je gezien hebt? Nou ja, we hebben veel kunnen doen. En we wilden ook veel doen. We hebben niet voor niks twee wedstrijden ook gepland. We kunnen ook onderling spelen natuurlijk. Maar dit geeft toch altijd weer net even iets meer. Een officiële wedstrijd, scheidsrechter erbij. En dan kan je nog net beter alles wat je graag wil trainen zien. En vandaag hebben we dat iedereen 2x45 gedaan. Dus iedereen 45 minuten gegeven. Tegen Groningen hebben we het wat anders verdeeld. Dus al met al een goede week gehad. En nu volle bak op naar Twente. Wat moet je nou doen om de jongens scherp te krijgen voor FC Twente? Of zijn die jongens al scherp? Nou ja, ik denk dat we daar niet zoveel voor hoeven doen, toch? Als je hier een beetje gevoel hebt bij de club Heracles. En het snapt hoe de verhoudingen tussen Heracles en FC Twente zijn. Dan hoef je je daar niet voor op scherp te zetten. Het gaat er gewoon om dat we gewoon goed voetballen natuurlijk. Want klaar voor zijn qua strijd en qua beleving, dat gaat allemaal gebeuren. Maar we moeten natuurlijk ook gewoon goed voetballen, want Twente staat niet voor niks hoog in de eredivisie. Dus we moeten daar ook gewoon goed aan de bal zijn. Ook weer lef tonen aan de bal. Sterk verdedigen, weinig weggeven. Ook daar gaat het om. Hè. Dus we moeten niet alleen maar door emoties laten leiden. Die zijn ook belangrijk in zo'n wedstrijd. Altijd eigenlijk. Je moet ook met je hart spelen, maar je moet ook met je hoofd spelen. Ik heb wel scherpte en lef gezien vandaag. Ja, zeker. Zeker. Maar dat is natuurlijk waar we het al tijden over hebben, dat je dat vraagt. En ik moet zeggen, de groep is ook met elkaar daar goed mee bezig. Van veel voetballen, elkaar aanspreken. Dus wat dat betreft ben ik daar wel tevreden over. Wens je alle succes zondag. Dankjewel. Ik heb er zin in.